Een mooie brug voor je gemaakt. Hij is inderdaad indrukwekkend. Ja, eigenlijk heeft Ben hem gemaakt. Beetje, compliment ja, collega's. Ben en collega's van Ben voor deze prachtige brug. Kom mee. De Ravi. Jan. Ja, werkelijk. Het is helemaal aan jou. Loop je fort in. En kijk, daar kom ik onze trouwe fortbewoner al tegen, mevrouw Jongerius. We zijn net voor het eerst de brug overgegaan, de nieuwe brug aan de noordkant van Fort Jutphaas. Fort Jutphaas, eigenlijk het middelpunt van het nieuwe park Rijnhuizen, wat zich hier aan het ontwikkelen is. Rijnhuizen, weer een mooie nieuwe woonwijk die volop in ontwikkeling is. Tot 2500 nieuwe woningen voor wel 4000 nieuwe Geiners die hier kunnen komen wonen. En het park is daarin een heel belangrijk onderdeel. Met deze nieuwe brug, gemaakt door Ben van Hees, hij staat daar, buiten beeld, is het fort toegankelijker dan ooit. Het is een hele mooie brug geworden. En ik heb net Jan de toegang verleend, want Jan is van dit fort en van de nieuwe Hollandse Waterlinie. En hoe blij ben je, Jan? Ik ben wel onder de indruk van de brug. Het is een hele mooie functionele brug, een beetje in de stijl van het fort ook met die brugleuningen en die kruiselingse verbindingen. En hij maakt een prachtige verbinding met Noord en Zuid. Ik heb inderdaad als architect in opdracht van Van Hees het ontwerp mogen maken. Nou, dat was heel erg zoeken van hoe kunnen we nu hier een brug maken die er vroeger nooit gelegen heeft. Maar toch past in het hele fortwereld. Hè? Hij heeft de uitstraling van het fort. Ja. Zeg maar een donkergrijze kleur om niet al te zeer op te vallen in deze prachtige groene wereld. Straks zijn de taluds weer goed begroeid. Gaan de bomen weer wat eromheen groeien. En dan de lichte brug er heel onopvallend. Was groen niet beter geweest als kleur? Groen als kleur? Ja. Ja, dat had een mogelijkheid kunnen zijn, ja. Dat was maar minder opgevallen. Goede vraag. En hij is ook zo ontworpen dat hij onderschaatsbaar is. Dus als er nog ijs komt in de winter, kun je er onderdoor schaatsen. Dit is mevrouw Jongerius, een van de oudste bewoners op het fort. Inderdaad, volgend jaar een halve eeuw. Dus dat is al heel erg lang. Een halve eeuw. En woont u hier alleen? Ik woon hier alleen, ja. Zo, 's avonds nooit bang. Nee, nooit geweest ook. Nee. En ik ben ook blij met de verlichting op het nieuwe pad. Oh, er is nu ook verlichting. Er is ook nu verlichting op het fort, dus dat maakt het wat veiliger. Oh. Kijk,